Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl Zoals we kunnen zien op de satellietfoto, zeker als we die in beweging zitten, zien we dat een zwakke storing over het land trok vandaag. Die storing is inmiddels naar het noordoosten weggetrokken en in de tussentijd is de zon flink gaan schijnen. Ook vanavond hebben we te maken met brede opklaringen die over het land trekken. Ook een paar wolkenvelden blijven wel overal droog, en het koelt af naar zo'n 5 tot 2 graden bij een matige en zee vrij krachtige zuidenwind. In de nacht dan daalt de temperatuur niet heel erg veel verder, want geleidelijk aan gaat de bewolking weer toenemen vanuit het zuiden. En laat in de nacht volgt er vanuit het zuidwesten regen. Morgenochtend hebben we ook met die regen te maken. Die trekt van zuidwest naar noordoost over het land. Tegen het einde van de ochtend gaat die regen het land verlaten en daarna breekt van tijd tot tijd de zon door. Tegen de avond volgt opnieuw regen. Het wordt morgen 6 tot 9 graden bij een matige aan zeekrachtige krachtige zuidenwind. En die wind gaat in de avond nog verder toenemen langs de westkust tot hard, mogelijk zelfs stormachtig met kracht 7 tot 8. Als we dan naar het plaatje voor de komende dagen gaan kijken, dan zien we dat donderdag, vrijdag en zaterdag het gewoon wisselvallig weer blijft. Met name op vrijdag is het dan ook erg zacht, 9 tot 11 graden, met zeker in de tweede helft van de dag weer een periode met regen. Ook op zaterdag hebben we regen, dan is het wel weer iets minder zacht, 7 tot 8 graden. En kijken we nog wat verder vooruit, dan zien we op de 15 daagse verwachting dat we voorlopig geen winterweer hoeven te verwachten. Zowel overdag als nachts ligt de temperatuur boven het vriespunt. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.